We lopen over de Strijbeekse Heide. Een heel mooi natuurgebied onder Breda. En wat ons als eerste opvalt is dat het hier ontzettend rustig is. Het is uitgestrekt, een rustig gebied. Met een afwisselend landschap, bomen, gemengde bossen, naald en loof. Maar vooral open gebieden met hier en daar een ven. En in dat open gebied zagen wij een klapwekster. Ja, een klapwekster die we eigenlijk zelden zien, maar die hier overwintert. Zo dichtbij heb ik hem nog nooit gehad. Gewoon, je staart viel me op met wit en zwart ook, had ik nog nooit gezien. Het maskertje was goed te zien. Ja, hij dook regelmatig naar beneden. Ik heb hem niks zien vangen, wel zien duiken. Ah, we kwamen er volgens mij, Jaco, 20 meter, 30 meter, 30 meter denk ik. 40 meter dichtbij. Ah, was heel, heel, heel mooi. We hadden echt weer eens geluk. Echt heel mooi. Ja, schitterend. Zie je die staart? Ja, die staart. Wit met zwart hart. Ja. Ik heb nog nooit gezien hoor. Ik ook niet. Die klapheksters overwinteren hier. Ze zijn helaas uitgestorven als broedvogel in Nederland. Ja, je ziet het. Hij heeft een mooi maskertje. Is verder zwart, grijs, een beetje blauwgrijs. En heeft een lange haaksnavel waarmee hij kevers en veldmuizen vangt. Die hij soms op een doorn spietst om ze te bewaren. Dat is zijn voorraadkamer. Nu dus te zien op de Strijbeekse Heide, de klapheksters. Echt een fascinerende vogel.